ga het toch meteen even noemen, die ontzettend lekker ruikt. Want jij komt aangelopen en er hangt meteen een hele frisse lucht hier. En dat was echt, voordat jij hier kwam, was dat niet het geval. Nee. Toen ik van het podium af kwam ook niet, hoor. Nee, want jij hebt net opgetreden. En laten we even bij het begin beginnen. Dit is jouw allereerste keer Zwarte Cross. Ja, klopt, ja. Hoe vind je het? Nou ja, weet je, normaal gesproken heb ik niet zoveel tijd om festivals te bezoeken. Want ja, ben ik zelf meestal op pad. Ja. En nu is het dus de eerste keer dat ze me hiervoor gevraagd hebben. En meteen mainstage. Dus iets van 40.000 mensen, geloof ik, stonden ervoor. Ongelooflijk. En hoe was het? Nou, fantastisch. Gewoon echt een kick. Ja? Weet je, we hebben gewoon echt alles gegeven. Je voelt de energie van het publiek en... Het is gewoon een heel lekker festival ook. Mensen zijn allemaal heel blij en je belandt gewoon in een warm bad. Maar ik hoor dat vaak artiesten zeggen, ik voel de energie van het publiek. Maar wat voel je dan als jij daar staat? Nou weet je, je geeft natuurlijk zelf energie. En als de mensen op een gegeven moment beginnen te applaudisseren, ze beginnen mee te zingen, ze beginnen mee te klappen, weet je wel, dan zie je gewoon echt dat ze het leuk vinden. En daar krijg je energie van. Ja. Dus dat is een beetje die klik die je met het publiek moet hebben. Wat goed. Een ander verhaal dat ik even tegen je aan wil houden. Afgelopen zondag is dat volgens mij geweest, stond je op te treden. En jouw zoontje was daarbij, klopt dat? Ja, klopt, ja. En is het ook waar dat jij voor jouw zoontje My Boy van Elvis hebt gezongen? Ja, klopt. Ik heb meegedaan natuurlijk met de tribute op SBS6. En wilde ik per se het liedje My Boy zingen. Ja. En ik wist ook dat mijn zoontjes in de zaal zouden zitten. Dus ik heb het speciaal voor hun gezongen. Ja, niet normaal. Hoe was dat? Wat krijg je dan terug uit de zaal als je dat doet? Nou ja, dan word je wel geëmotioneerd door natuurlijk. Want jij krijgt nu ook als je het over praat een soort trotse glimlach. Dit is ja, natuurlijk. Mijn kinderen zijn me alles natuurlijk. En weet je wel, hun hebben die show natuurlijk bijgewoond. En dan... Dan voel je je trots. En hun voelen zich trots. Ja. Dat is zo gigantisch mooi. En is dit een weekend dat bij jou helemaal rampvol zit? Of heb je nog een beetje tijd om hier een beetje rond te huppelen? Nee, we gaan zo meteen wel weer weg. Van gierende wielen op naar het volgende. Ja, we zijn echt op dit moment heel druk. En het gaat maar door. De mooie dingen die blijven maar komen. Ik bedoel, we hebben natuurlijk 3 keer het Ziggo Dome mogen doen. Ja. Royal Park. Ja. Dit is wat de cross. Verschillende festivals. Paaspop. Hello Festival. Er zijn hele mooie dingen gewoon. En volgend jaar natuurlijk weer het Ziggo Dome. Ja, wat super vet is natuurlijk. En dat vroeg me nog af namelijk, want jij komt uit Emmen natuurlijk. Ja. En de koning komt volgend jaar naar Emmen. Klopt. Ben je al gebeld door de koning? Of je komt optreden? Niet door hemzelf. Nee, nog niet. Maar ga je wel wat doen daar? Waarschijnlijk, ja, waarschijnlijk wel. En let op, een liedje van The King? dat past wel goed, hè? Nee, maar wat tof. Je gaat volgend jaar optreden voor de koning en koningin en de hele familie. Misschien, ja. Waar hangt dat vanaf? Wat ze sowieso natuurlijk, ja. Dat moet er even onder. We doen ook management, hè? Als we je kunnen helpen, zeg je maar. Is goed. Nee, maar dat zou wel heel mooi zijn. Ben je er trots op dat de koning naar Emmen komt? Ja, toch wel. Ik bedoel, Emmen is voor mij gewoon een stad waar ik ben opgegroeid en waar ik ben geboren. En ik ben heel trots op Emmen. Ja. En het staat natuurlijk niet zo goed in de peilingen. Je hebt gezien dat Emmen, geloof ik, als onderaan eindigde. Maar dat denk ik ook, waarom dan? Maar inderdaad, dat was de minst leuke plek om te wonen of zo. Nee, ik snap het ook niet. Maar ik vermaak me daar gewoon echt prima. En ik ben er opgegroeid en ik heb altijd gezegd, ik ben er geboren. En ik zou er ook... sterven, zeg maar, om het zo maar te zeggen. Wacht daar nog maar heel even mee, want er is nog een hoop wat in jouw leven gaat gebeuren. Wij gaan uiteraard een nieuwe single draaien van jou. Die is mooi, die is fijn, die heet Fire Down Below. En we willen je bedanken dat je hier was. Mooi festival zomerseizoen. En tot de volgende keer, man. Dankjewel. Bouke, jongens!